Ja, boys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van het DFS team. Ik zit hier lekker in het avondzonnetje. Breedje op en zoals je ziet, ik zit best wel een uitdagend stekkie tussen de bomen. En ik ga hier een beetje met mijn waterkan ga ik die hengels uitlopen. Ik kan hier natuurlijk niet werpen, het is veel te krap. Maar het is een druk bevist putje. En op deze manier heb ik toch een andere invalhoek voor die vis te proberen te haken. Dus ja, misschien lukt het. Ik heb hier nog nooit iemand zien zitten. Dus we gaan het zien. Ik heb er goed vertrouwen in. Ja jongens, je ziet het goed. Een heel mooi klein tjotje. Hij is 3 centimeter. Ik ga mooi onder de takjes vissen. Ja, het komt helemaal goed. Zo, de rig is terug klaar. Eentje 20 mm strawberry crus en eentje een 10 mm geel scopic squid voor puppy. Ja, helemaal hout. Deze is eigenlijk onder de takjes en deze voor een rietkraagje. Ja, het staat lekker het zonnetje op en morgenochtend jongen, je wilt niet weten. Komt helemaal goed. Vertrouw je. Zo jongens, welkom bij mijn stek. Je ziet het, het is lekker knap, krap en knus. Maar weet je, in je eentje is precies genoeg ruimte. Ik heb de hengels uitgeroepen, ze liggen helemaal toppie. Dus kan niet anders dan ik wel gevangen. Ah jongens, dit is toch helemaal genieten. Vis aan de lijn, helemaal uit. Ah jongens, hier bouw ik toch zo van. Je zag de aanbeet, hij was een beetje wijfend. Maar dit ril was echt gewoon als een karper. Ik denk een klein karpje. Kijk wat in mijn net zit jongens. Ik word helemaal gek. Het is een zilt. Echt zuur. Met nummer 3 van de Big 5 al. Dat, straks ga ik chatten nog inhalen. Oh, wat een drama. Ik denk, karper. Hij door de schip gaan en zo. Dat wordt maar weer opnieuw uitlopen. Terwijl ik gewoon een tosti aan het bakken was. Dat ik altijd gestoord, hè. Maar goed. Dit is in ieder geval activiteit. Ja jongens, je ziet het. Hij is lekker gehaakt. Onder de pie. Netjes. Zo, hij is eruit. Nou jongens, het is toch niet te geloven. Ik wist dat het goed zat. Echt al zoveel activiteit en aanbeten gezien. 2 zilten, 1 braas verspild. Maar nu eindelijk, het is pas 2 uur 's nachts. Zit de eerste vis in het net, jongen. De eerste karp. Echt een zieke spiegelkarper. Volgens mij van de laatste uitzet. Door gewoon door vis gedaan, daar ben ik echt blij mee. Punt gaaf is hij nog, niet vaak gevangen. Ik denk een kilootje of 8, 9. Ik kan hem zo wegen. Jongens, ik heb hier. Ik ben echt blij mee. Onze nieuwe weegschaal, Ruben Heaton. Wat ik nou eerst doe, ik haal eerst de zak de weegzak eraf. Ik heb hem vast een beetje nat gemaakt. Anders kan hier ook mee gesmokkeld worden. Dan zet ik hem nu op 0. Zo, hoe ziet u? Hij staat op 0. En nu de vis gaan wegen. Zo, wat je dan doet, de vis is nat, ze vinden echt goed. En je zorgt dat hij in het midden van de string is. Dat is het moment van de waarheid. Ik weet niet of jullie het zien. Ik ga nu even kijken. Kijk of hij nergens tegenaan rent. 8 kilo. Bijna 8 kilo. Hij is helemaal ziek. Ik moet het even laten zien.
Kijk nou jongens, dit is toch helemaal uit. Zeker omdat we nooit spiegels hier vangen. Ja, ik ben hier extra blij mee. Brandertje werkte. Strawberry crush. Ja, dat is niet normaal. Twee zeeltal. En nu deze karper. Aan de andere kant. Ik zat echt zwaar te twijfelen om te gaan vandaag. Drukke project, deadlines en van school. Ja, toch een beetje hier aan de waterkant gewerkt. Ja, en dan vang je zulke vissen. Ja, dat brood wel weer. Vaak als je niet wil gaan, als je twijfelt, dan ga je zulke sessies pakken, jongens. Dus ik zou zeggen, ga zeker. Ja, niet normaal dit. Gaan we maar terug. Zo jongens, het is ochtend. Ik heb de vis al even 3 uur bewaard. Dezelfde spannen die lukt niet echt bij mij. Met de frits. Ja, ik ga nu even een paar mooie foto's van maken. En 3 uur voor zo'n vis valt ook om mijn ene zak. Is het overbruggen. Dus ik zal het even laten zien. Kijk dan jongens, je wordt er helemaal blij mee. Blij van. Citrus finesse. Of dat zeg ik, de strawberry crush. Best wel wat bijgevoerd. Eerst 2 zeelten, dus ik had vertrouwde stek. En toen ging deze vandoor. Het verbaast me dat ik niet nog een vis heb gevangen. Afgelopen paar uur. Maar ja, joh. Was ik er blij mee. Ja, lekker bakkie jongens. Helemaal uit. Ja, er veel nog even iets bij komen. Dat was een beetje wild. Overkant is inmiddels ook al vis gekomen. Daar heb ik geen last van. Ik ga zo naar school. En het stekje hier is er. Het is niet veel om te filmen. Het is eigenlijk krap. Maar prima. Zo jongens. Daar is hij dan. Spiegel van vannacht. Ik ben er echt blij mee. Uitzettetje. 7,8 kilo. Strawberry crush. Best wat gevoerd nadat ik 2 zeelten had. Ik denk, er zit al vis op de stek. En inderdaad. Maar na deze vis helaas niet meer. Ja, kijk dan joh. Hij is echt helemaal top dit. Ben je super blij van. Prachtig geweest hier. Punt gaaf nog. En, ik heb hem dus even een paar uur in de zak gedaan. Het fotograferen met de zeilspannen en de vis zoomen en het ging niet. Dus nou ja. 3 uur in de zak is ook geen grote ramp. Ik zal de andere kant nog even laten zien. Kijk dan joh. Is het mooi? Helemaal uit. Ik ben super blij mee. Mooi gaan. Zo jongens, bakkie. Een pantosti. En een mooie spiegelrand. Allemaal op een doorleeks nachtje voor school. Ik ben een gelukkig man. Helemaal uit.
Ja, ja jongens, we zijn inmiddels aan het opruimen. Het was een mooie sessie. Zeker veel activiteit gehad in die paar uurtjes. Nou, vond je de video nou leuk? Geef een duimpje omhoog. En abonneer ik zeker voor meer. Ik kom elke week weer een nieuwe video aan. Dinsdag 3:30. Dus ja, perfect op de hoogte. Volg ons ook op social media. Hoe je ons vindt, dat vind je onder in de beschrijving. En koop natuurlijk een truitje of een pet van ons. Davis Team Merch, Roop Dekker. Ik zou zeggen, tot volgende week. Later.